Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel mooi bloemstuk maken. Dus heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak en alle leuke winacties. En er komen geregeld nieuwe winacties online. Er staat er ook eentje online om de 5000 abonnees te vieren. Echt super gaaf dat jullie geabonneerd zijn en dat jullie altijd zo leuk reageren met allemaal leuke reacties en duimpjes omhoog. Daarmee help je mij ook groeien, dus dat vind ik echt super tof. Dankjewel. En we gaan nu gauw aan de slag. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Let op, want je kunt het pakket alleen nu nog bestellen. Daarna is de webshop een weekje gesloten in verband met vakantie. En daarna zullen de pakketten later weer opgepakt worden. Daarna na een week dan kunnen de pakketten wel weer besteld worden en ook wel weer bezorgd worden. Maar het staat allemaal op de website en op onze Facebookpagina. Dus wil je het precies weten, kun je dat nog even nakijken. Goed, we gaan nog een heel mooi bloemstuk maken. En ik heb een hele mooie schaal. Een hele zware schaal. Ik heb al eens een keer eerder in het kleine formaat ook een bloemstuk opgemaakt. En we gaan nu het grootste formaat doen. En ik heb een heel leuk idee, dus we gaan gauw beginnen. Zoals je ziet heb ik de schaal al even gevuld met Oase. Ik heb de onderin plastic gedaan, omdat het niet helemaal 100% waterdicht is. Het is vaak niet zo met potten en schalen. Of hij moet van binnen geglazuurd zijn. Ik snijd de zijkantjes even schuin. En dan heb ik in dezelfde kleur hele mooie hout cirkels die nu nog aan elkaar zitten. Maar ik ga ze even van elkaar afhalen. Het kan dus zijn dat je af en toe er eentje tussenweg moet halen. En die gaan we naast elkaar neerzetten. En dit zet ik vast met krammetjes in de lucht dus. En dit zet ik in rijen naast elkaar. Anders zijn dat er soms eentje afbreekt, die haal je er gewoon even tussenuit. En ik vind het wel mooi als er wat grotere in het midden zijn. En wat kleinere aan de zijkant. Dus daar let ik een beetje op qua verdeling. En ik zet het dus vast met krammen. Als je dat hebt gedaan, dan zie je dat we al een hele mooie basis hebben. We gaan deze vorm straks nog meer versterken, maar we gaan eerst de bloemen erbij halen. We beginnen even met wat mooie roze roosjes. En deze verdeel ik op 3 verschillende plekken in het stuk. En ik steek alles gemengd, maar kort op. Dan heb ik hele mooie Zeeuwse knoopjes. En ook deze steek ik er kort in weg. Super mooi qua kleur erbij. Kleurencombinatie doen echt heel goed. Dan heb ik mooie paasroze anjes. En ook deze verdeel ik ertussen. Steek het ook mooi diep in weg. En
ik hou dus die vorm van de boot aan. Prachtige distels. Steek ze ook gerust kort tussen de ringen. Dan heb ik prachtige scabiosa en die vind ik hier heel mooi in staan omdat die terugkomt in de schaal en in het hout van de ringen. En ik verdeel het dus weer mooi. Zet er ook even eentje tussen. Let op dat je nooit te hard op het bolletje drukt, want dan druk je hem kapot. En dan heb ik nogal mooie bijmaterialen. Steek ik hem heel iets in de hoogte, maar omdat het zo'n fijn bloemetje en steeltje is, geeft dat een heel leuk effect. Maar ik zorg dus wel dat de ringen mooi zichtbaar blijven. Kijk hoe mooi dit al wordt. Oh, ik vind het nu al geweldig. En hij is nog niet eens af. Dan voeg ik toch nog eventjes twee extra rozen toe. Aan de zijkanten. Om die vorm van de pot nog even extra te versterken. En let op dat je het goed diep wegsteekt. En ik heb wat mooie duizendschoon. Die vult ook altijd mooi op in het stuk. En is heel sterk. Dus dat is ook mooi. Qua kleur ook heel erg mooi ertussen. Zorg ervoor als je de oase nat maakt dat je hem nooit onder water duwt. Dat is altijd belangrijk en goed vol laat zuigen. Dus laat hem gewoon eventjes, laat een wasbak vol lopen. En laat hem daar zelf in vol zuigen. Nooit onder de kraan houden. Want dan krijg je luchtbelletjes. Nu gaan we nog eventjes alles extra versterken. Dat doe ik door middel van kalla's. Ik steek ze mooi diep in de weg. Doe het voorzichtig dat je het niet breekt. En laat hem meelopen met de ringen van het hout. En we doen het om en om. En dan zie je dat je dit echt versterkt. Maar het stok ook heel spannend maakt. En heel erg apart. We zetten de kalla vast aan het ringetje. Met een touwtje. Om het zo natuurlijk te houden. Dus het is belangrijk dat je de ringetjes wel goed vastmaakt. Zitten ze nog niet goed vast. Doe dan gerust een extra krammetje omheen. Dat zie je niet omdat je daarover weer de bloemen verwerkt. Doe er een klein knoopje in. En dit doe ik dus ook de andere kant op. Dit maakt het dus echt apart. En ook dat groene is heel mooi en heel fris daar bovenin. Dit ga ik nog even versterken met berengras.
snijd het puntje eraf en ik steek hem aan de andere kant er weer in. Het lijnenspel is in dit stuk heel belangrijk. En ik doe dus aan de zijkantjes ook de berengras wat korter, dus dat je echt die vorm erin houdt. Nu nog gaatjes zichtbaar zijn en je nog oasen kunnen zien, vul je die nog even op met de materialen die je over hebt, zodat er helemaal geen oase meer zichtbaar is. Er gaan veel bloemen in deze schaal, maar het is wel echt prachtig en heel luxe en chic natuurlijk. En zoals je ziet is alle oase dan mooi weggewerkt en hebben we echt een prachtig apart stuk. Echt heel erg gaaf. Echt een heel luxe stuk ook en door die verbindingen en die vormen maak je hem heel erg apart. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.unionlinebloemist.nl. We verzenden dus door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het ook naartoe moet, we versturen het gewoon naar je toe. En ja, dan kun je er zelf lekker mee aan de slag. Wees er snel bij, want op is op. En dan hoop ik dat jullie weer een hele leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog en laat even weten wat je hiervan vindt. En laat vooral ook weten wat je graag wil leren. En wie weet zie je dat dan binnenkort op mijn kanaal. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei!